Had je verwacht na de verbouwing dat het zo storm zou lopen? Dat het zo'n succes zou worden? Ja, nou, dat het storm zou lopen of dat er een enorme meer mensen zouden komen, dat wisten we zeker. Maar dat het zo in zulke grote getalen zou zijn, we zijn echt meer dan we hadden begroot, hebben we nu inmiddels over de vloer gehad. We dachten zo in het begin zo naar 1,5 miljoen. Stoutste dromen waren 2 miljoen, maar we zitten nu op Je bent teleurgesteld. 7. Je bent teleurgesteld. Nee, dat het er zoveel zijn. Nee, het is alleen maar goed nieuws. Het betekent wel dat we af en toe wat aanpassingen moesten doen met de rijen bijvoorbeeld of met de kapstokken. Maar dat zijn eigenlijk allemaal positieve ingrepen die je moet aanpassen. Zijn jullie er dagelijks mee bezig? Want wat wel de tendens is, een beetje wat je ook op straat merkt, is dat het soms zo druk is dat er mensen urenlang moeten wachten. Merk je dat ook nog? Of is dat alweer verholpen? Ja, dat is in Vlaag. Ik bedoel, nu de Keukenhof open is, dat is eigenlijk ook altijd dan start ook het hoogseizoen voor het Rijksmuseum. Dus mensen die de bollen mooi vinden, die komen ook graag naar naar de 17e eeuwse meesters kijken. En nu rond Pasen verwachten we ook echt heel veel mensen. Dus het zijn plukken en dan zijn het er soms 20.000 op een dag. En we proberen dan ook wel via de social media een beetje door te geven hoe lang die rijen zijn. Maar een tip voor veel Nederlanders die nog willen komen is dat je vooral in juni moet komen. Dat is weer een beetje een dip voor de buitenlandse toerist. Maar misschien de Nederlander die een dagje uit wil, zijn de rijen gewoon wat minder.